Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Opgave 69. In deze opgave vergelijk je de energiekosten van de spaarlamp van figuur 2.58, en dan zien we daarnaast een label met gegevens over de spaarlamp, met die van een gloeilamp. Dus we hebben een gloeilamp en een spaarlamp en die gaan we vergelijken. De gloeilamp is 40 watt. Dus het vermogen van de gloeilamp is 40 watt tegenover, dat lezen we van het label af, het vermogen van de spaarlamp 8 watt. Met vrijwel even grote lichtopbrengst, 500 lumen, staat tegenover 480. Dat betekent dat we ervan uit mogen gaan dat de energie, de lichtenergie die beide lampen geven, ongeveer gelijk is. Deze gloeilamp heeft een levensduur van 1000 uur. Tegenover, dat zien we op het energielabel van de spaarlamp, 10.000 uur. A. Bereken de gebruikte energie over de totale levensduur van de spaarlamp in kilowattuur. Nou, we hebben een vermogen en we hebben een tijd gegeven van de spaarlamp. En de energie bereken je dan met vermogen maal tijd. Maar even opletten, ze willen het in kilowattuur. Nou staat de tijd staat al in uren, maar we moeten het vermogen ook even in kilowatt zetten. Dus die 8 watt wordt 0,008 kilowatt maal die 10.000 uur. Vraag B. Bereken de gebruikte energie over de totale levensduur van de gloeilamp in kilowattuur. Zelfde formule, maar nu met de gegevens van de gloeilamp. Die dus 40 watt is, wat ook weer moet worden uitgedrukt in kilowatt. En de tijd staat al in uren, dus we krijgen 0,040 kilowatt, delen door 1000, hè, keer het aantal uren, dat is die 1000 uur. Hoeveel gloeilampen moet je kopen om net zoveel branduren als de spaarlamp te halen? De spaarlamp heeft 10.000 branduren. De gloeilamp heeft 1.000 branduren. Dus je krijgt het aantal gloeilampen natuurlijk door de levensduur van de spaarlamp te delen door de levensduur van de gloeilamp. En als je 10.000 deelt door 1000, denk ik dat je wel uit je hoofd kunt rekenen hoeveel gloeilamp je nodig hebt. De spaarlamp kost €4,25. Dus dat is de prijs van één spaarlamp. Dat is €4,25 per lamp. De prijs van een gloeilamp is €0,99 per lamp. Een kilowattuur in Nederland kost gemiddeld €0,22. Oftewel €0,22 per kilowattuur is de prijs van de energie. Nou, hoe gaan we dat is dan door de vraag? Bereken de totale kosten energie plus aanschaf van beide type lampen voor de levensduur van de spaarlamp. Dus voor 10.000 branduren. Voor de spaarlamp is dat niet zo moeilijk. Daar hebben we de energie van die brandduur al berekend. Dat moeten we maal de prijs doen die we zojuist gegeven hebben gekregen, die €0,22 per kilowatt, plus de prijs van één spaarlamp. De kosten van de gloeilamp echter, voldoen natuurlijk aan dezelfde formule, zei het dat we hier rekening moeten houden dat we in die tijd van de 10.000 uur wel 10 gloeilampen verbruiken. Dus de totale energiekosten is niet alleen de energie van de gloeilamp keer de prijs, van, dus de energie berekend bij onderdeel B, maal de prijs van de energie, maar ook nog eens een keer, omdat we die bij B berekend hebben voor één gloeilamp en er in die tijd 10 gloeilampen meegaan, dan moeten we 10 keer die hoeveelheid energie doen. Plus natuurlijk dat we ook 10 gloeilampen moeten aanschaffen. Dus dat is 10 keer de prijs van één gloeilamp. En dat zijn de totale kosten van de gloeilamp. Nou, ik denk dat je wel kunt raden wat daar gaat gebeuren, wat eruit gaat komen. Namelijk dat de spaarlamp toch echt wel een heel stuk goedkoper is. En dat is opgave 69.